Laat mij even uitspreken. Ik wil je geen kwaad doen. Oh, jawel. Je hebt me al kwaad gedaan. Dat weet ik. Maar het spant me. Elf. Blijf waar je bent. Ik ga die apen vrijlaten en als je ook maar probeert om me tegen te houden of de bewaking te roepen. Nee, meisje. Ik weet waarom je gekomen bent. Waarom iedereen naar de tovenaar toe komt om hun diepste wens te vervullen. Ja. Ik wil helemaal niks van jou. Jij wilt dat er een eind komt aan het vluchten, aan de strijd. Alsjeblieft. Kunnen wij niet gewoon opnieuw beginnen? Denk je dat ik dat niet wil? Terug naar de tijd dat ik echt geloofde dat jij je weerga niet kende. De weergaloze tovenaar van ons! Niemand geloofde meer in jou dan ik. Help van pa. Ik heb het nooit gezocht. Ik had gewoon de wind mee. Kostuum was gekocht. Het was geen slimmigheid, ook geen onbezonnen dwaasheid. Ik wist wat ik was. Een man van middenklasse. Middelmatigheid. En nou ben ik opeens de hoogste aller heren. Zodat het volk van ons iemand zocht om te verdienen. Oké, ik zeg geen nee. Maar nee, had ik een kunst. Iedereen blij op zijn knieën voor mij. Zo werd het de dag. Weergaloos, het klinkt echt weergaloos. Niet te verstaan, men noemt jou weergaloos.
U laat die apen gaan!